Beste orgelliefhebber, in deze tutorial behandelen we de geheugenplaatsen van het orgel. Vrijwel elk Johannesorgel heeft twee soorten geheugenplaatsen. De voorgeprogrammeerde geheugenplaatsen, of presets, en de setzer geheugenplaatsen. De voorgeprogrammeerde geheugenplaatsen zijn beschikbaar via de knoppen Pianissimo, Piano, Mezzo Forte, Forte, Fortissimo en Tutti. Dit zijn muziektermen die de sterkte van de muziek aangeven. Deze geheugenplaatsen hebben dan ook een fabrieksinstelling, een preset, die past bij het zachte Pianissimo tot het sterke Tutti. U kunt deze presets gebruiken om snel een basisregistratie te kiezen met een bepaald volume. Bijvoorbeeld een sterk forte. Of een zachte piano. Ondanks dat u een voorgeprogrammeerde geheugenplaats heeft gekozen, blijft het mogelijk om met de handregisters erbij te schakelen of weg te doen. In de geheugenplaats blijft de origineel geprogrammeerde registratie behouden. Het is wel mogelijk de geprogrammeerde combinatie blijvend aan te passen. U kiest dan een gewenste registratie. U drukt de setknop in, houdt die ingedrukt en u drukt vervolgens de knop in van de combinatie die u wilt wijzigen. Hiermee is de oude, originele combinatie dus wel overschreven. Maar dit is eventueel via het Johannesmenu weer te herstellen naar de fabrieksinstelling. Hoewel het mogelijk is elke willekeurige registratie onder een knop van de voorgeprogrammeerde geheugenplaatsen op te slaan, is het natuurlijk wel aan te raden een registratie te kiezen die past bij de tekst van de knop. Als de setknop niet verlicht is of oplicht als u de knop indrukt, is het orgel waarschijnlijk uitgevoerd met een geheugenslot. Draai de sleutelschakelaar dan een kwartslag naar rechts om het programmeren mogelijk te maken. In de setzer geheugenplaatsen kunnen veel gebruikte registercombinaties of combinaties voor een bepaald muziekwerk opgeslagen worden. Met één druk op de knop kunt u ze dan actief maken. Afhankelijk van het model bestaat het setzergeheugen uit een aantal niveaus, geheugenbanken. Deze niveaus zijn op de display af te lezen achter de tekst MEM, Memory. De meeste BDO-modellen, herkenbaar aan de parallele pedaalvoering, hebben standaard 8 geheugenplaatsen per bank. De knoppen 1 tot en met 8. Deze geheugenplaatsen zijn voor de registers van het gehele orgel. De AGIO-modellen, herkenbaar aan de radiale pedaalvoering, hebben vaak naast de geheugenplaatsen voor het gehele orgel, de zogenaamde generals, ook per geheugenbank nog een aantal divisionals, geheugenplaatsen voor registers van één bepaald werk, bijvoorbeeld het pedaal of hoofdwerk. Het programmeren van een setzergeheugenplaats gaat als volgt. U selecteert de gewenste registratie. U kiest met de min- en de plusknoppen de gewenste geheugenbank. U drukt de setknop in, houdt deze vast en drukt vervolgens op de knop van de gewenste geheugenplaats. De registercombinatie is nu opgeslagen op de gekozen setzergeheugenplaats. Oproepen van een geprogrammeerde registercombinatie gaat als volgt. U kiest met de min- en de plusknoppen de gewenste geheugenbank. U drukt op de knop van de gewenste geheugenplaats. En u ziet aan de oplichtende schakelaars welke registers worden ingeschakeld. Als het orgel is uitgevoerd met zogenaamde sequenceknoppen, kunt u hiermee eenvoudig op één volgende geheugenplaats kiezen. Bij de BDO-modellen doet u dit
met de Sequence Min en de Sequence Plus knoppen. Met de Sequence Min knop gaat u 1 plaats terug, met de Sequence Plus knop 1 plaats verder. De Agio modellen hebben een iets ander systeem. Hier schakelt u de Sequence functie in met de knop SEC, Sequence. Na inschakeling werken de knoppen van de Pedal Divisions als 1 stap terug en de knoppen van de Generals als 1 stap verder. Het maakt dan niet uit welke knop van de Generals of Divisionals u indrukt. Door gebruik te maken van de Sequence knoppen kunt u ook automatisch doorschakelen naar de volgende geheugenbank. Voorwaarde voor gebruik van deze functie is natuurlijk wel dat u alle registerwijzigingen in opeenvolgende geheugenplaatsen heeft geprogrammeerd.